Ik ga het vandaag hebben over een uitspraak van de Hoge Raad van februari 2021. In die uitspraak heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt als er wordt opgezegd per een bepaalde datum. En vervolgens wat dan de uiterste datum is om daarna een verzoekschrift in te dienen als je als werknemer bijvoorbeeld recht wil vragen om een transitievergoeding toe te kennen. Hoe hangt nou samen het belang van een opzegging? Per een bepaalde datum en de tijd die nodig is of die je maximaal kan gebruiken om een verzoekschrift in te dienen. Ik begin bij de termijn die nodig is voor dat verzoekschrift. Als je vraagt om toekenning van een transitievergoeding, dan moet je dat doen binnen drie maanden. Dat is een vervaltermijn. De termijn die begint te lopen op de eerste dag na de laatste dag van het dienstverband en loopt af. Opte met die laatste werkdag overeenstemmende dag aan het einde van de dag, drie maanden later. Om die termijn te kunnen vaststellen moet je dus eerst weten wanneer de laatste dag van de arbeidsovereenkomst is. En daarover ging de discussie waar uiteindelijk de Hoge Raad een uitspraak over heeft gedaan. Het ging tussen een werknemer van ABN Amro, van wie de arbeidsovereenkomst door de bank werd opgezegd, door de zin. Wij zeggen met inachtneming van de voor u geldende opzichttermijn uw arbeidsovereenkomst met de bank op per 1 maart 2018. De werknemster die meende dat een opzegging per 1 maart een opzegging met ingang van 1 maart was, en zij stelde de arbeidsovereenkomst eindigt dus op 1 maart. 1 maart is de laatste werkdag. Het Hof Amsterdam-Leeuwarden gaf op 29 april 2019 aan dat is de juiste uitleg. De Hoge Raad gaat daar echter tegenin en beslist anders. De Hoge Raad zegt het normale spraakgebruik betekent dat een opzegging per 1 maart 2018, of met ingang van 1 maart 2018, betekent dat de opzegging op 1 maart 2018, om 00.00 uur ingaat. Het dienstverband is dan de dag daarvoor geëindigd. En wel op het moment dat 28 februari overgaat in 29 februari, dus om 23 uur, 59 59 seconden. Dus net één ondeelbaar moment voordat de 29e februari begint. De 28 februari is dan dus. Of de 29e februari is er helemaal niet, moet ik zeggen. 1 maart in 2018, want dat is ook nog een aspect. De 28e februari was dus de laatste dag van de arbeidsovereenkomst. Als er opgezegd wordt per 1 maart. Nou, als we weten wat de laatste dag van de arbeidsovereenkomst is, de laatste werkdag. Dan kan je gaan uitrekenen wat de laatste dag is waarop je een verzoekschrift kan indienen. En dat moet dan op tijd binnen zijn voor afloop van de vervaltermijn. Wat is die vervaltermijn? De termijn om een verzoekschrift in te dienen vervalt drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Nou, aan het einde van de laatste werkdag, aan het einde van 28 februari, was de laatste werkdag. De vervaltermijn begint dan op de eerste dag na die laatste dag, op 1 maart. En wanneer eindigt die? Drie maanden later, op de dag. Die hetzelfde nummer heeft als de dag drie maanden daarvoor. Dat wil zeggen 28 mei. En dat wel aan het einde van de dag. Dus één fractie van een seconde voor het einde van de 28e mei mag je nog het verzoekschrift indienen, bijvoorbeeld per fax. Wat moet je nou onthouden? Bij een opzegging per een bepaalde datum is de dag voor die datum de laatste werkdag. En dat is de laatste werkdag vanaf wanneer de vervaltermijn gaat lopen. Aan het einde van de dag met hetzelfde nummer als de laatste werkdag, drie maanden later. Nou, er nou zijn er twee uitzonderingen op. Die zijn niet nieuw, maar ik herhaal ze hier nog even. De eerste uitzondering is als die termijn eindigt op een zaterdag, zondag of nationaal erkende feestdag, dan wordt de termijn voor het indienen, dus de vervaltermijn, wordt verlengd tot de eerstvolgende dag na. De zaterdag, zondag of de nationale feestdag. De andere bijzonderheid heeft te maken met het schrikkeljaar, waar ik me net al eventjes in vergiste. In een, een schrikkeljaar kan je namelijk tegen de situatie aanlopen dat op 30 november een arbeidsovereenkomst de laatste werkdag heeft, drie maanden later, december, januari, februari, zou uitkomen op 30 februari. Nou is er nooit een 30 februari, ook niet in een schrikkeljaar. Dus dan eindigt die, is de regel, op de laatste dag van die maand waarin de vervaltermijn afloopt. In het geval van februari dus, ofwel op de 28e, ofwel in een schrikkeljaar, op de 29e februari. Hetzelfde geldt natuurlijk als de laatste werkdag op 31 januari, 31 maart of 31 augustus valt. Want de drie maanden later, dezelfde datum, die is er niet. Want dat zijn maanden zonder een 31ste, maar wel een 30ste als laatste dag van de maand. En dus de laatste dag van de vervaltermijn. Conclusie: wat moet je onthouden? Houd altijd een kalender bij de hand. Tel. Let op schrikkeljaren. Dus pak het juiste jaar de kalender. En voor een werkgever, of eigenlijk degene die opzegt, is van belang. Voorkom nou onduidelijkheden en zeg. Bij een opzegging, niet alleen per of met ingang van wanneer, maar zeg erbij. En dit is de laatste werkdag of de laatste dag van de arbeidsovereenkomst. Dan is er nooit een misverstand over wanneer nou de vervaltermijn afloopt en wanneer je nou wel op tijd of net te laat bent met het indienen van een verzoekschrift. Dank je wel.